Ja, mensen, het is uh, gewoon uh, even goed nieuws op de zondagavond. Ik zit hier te kijken naar live televisie. En wat is het mooie van live? Geen knippen en plakken, geen editen. Het is een zionist, journalist tegenover een Palestijn. En hij wordt gewoon op alle kanten, wordt hij gewoon overmeesterd met feiten, feiten, feiten. Allemaal feiten op een rijtje. En dat is mooi, dat is hoopgevend. En het is op live televisie. De tijd van de Zionisten, het Zionistentijdperk, komt spoedig tot een einde. En dan bedoel ik de satanische Zionisten. Niet de mensen die van Israël, de geschiedenis van Israël houden die in de Bijbel staat, maar over hoe het nu gaat. Het gaat nu helemaal op de satanische wijze. Het heeft niks te maken met God. Niks te maken met de Torah. Het zijn de talmoed satanistische joden. Die normale mensen zoals jij en mij zien als goyim, slaven. En wat doen ze met ons? Als je in opstand komt, word je gemarteld of vermoord. En dat geldt ook voor de Palestijnen. Je wordt gemarteld en vermoord. Omdat je niet voor hun buigt. Omdat je niet hun agenda van Satan accepteert. En nu gewoon op live Nederlandse televisie. Die man geeft feit op feit, Sadik heet hij. En die andere man weet ik niet eens. Het boeit me ook niet hoe die heet. Zionist-journalist. Hij, hij, hij gaat snel op een ander thema. Omdat hij geen antwoorden heeft op Sadik. Hij wil wel vragen stellen. Hij wil wel vragen in de lucht gooien. Hij wil argumentaties in de lucht gooien. Maar wanneer Sadik de juiste antwoord geeft. Haakt hij af, duikt hij weg, zijn ogen gaan alle kanten op, want hij weet dat het allemaal op leugens gebaseerd is. Dat hele verhaal, Joden hebben een staat nodig. Nee, Joden hebben mensen zoals jij en mij nodig, die van ze houden, die ze respecteren, die ze beschermen. De Zionisten gebruiken juist de Joden als een human shield. Alles is omgedraaid. Door die hele Zionistische campagne in Gaza en in Palestina. Daardoor worden Joden gehaat. En dat is alleen maar slecht. En daarom is het ook altijd belangrijk om je uit te spreken. Je kan niet neutraal zijn. Te veel mensen zijn nog neutraal. Maar deze man is waard. Het, in ieder geval dit stukje van de hele documentaire. Van de hele reportage te kijken. Over Palestina. Over verzet. Over het ontkennen en niet accepteren van de zionistische staat Israël, de satanstaat Israël, waar ik ook al heel veel problemen door heb gehad, maar I don't care, want deze mensen, deze man be bevestigen mij, bemoedigen mij, de feiten, de waarheid overwint. Ik zou zeggen, zoek het ook nog even op om er terug te kijken, ik kwam er ook pas later bij, maar Israël... Wordt hij gewoon helemaal exposed? De staat Israël zoals we die nu kennen wordt helemaal exposed op live televisie. En die journalist wil gauw springen naar een ander onderwerp, want hij weet hij heeft geen enkele poot om op te staan.